Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de gasuitwisseling zoals die in de longen en het lichaam plaatsvindt. De reden dat we ademen is natuurlijk om zuurstof in ons lichaam te krijgen en CO2, oftewel koolstofdioxide, er weer uit. Hoe dat gebeurt leer je in deze video. We gaan het hebben over inademingslucht, uitademingslucht, de externe respiratie en de interne respiratie. Laten we beginnen met de theorie over de luchtsamenstelling, zoals je die ziet op zeeniveau. Daar is de luchtdruk 1 atmosfeer, oftewel 760 mm kwik. Millimeter kwik is een maat voor de druk die er heerst. In de lucht om ons heen zitten heel veel stikstofmoleculen, 597 mm kwik. Er zitten ook veel zuurstofmoleculen, 159 mm kwik, een beetje water dan, 3,7, en een heel klein beetje koolstofdioxide, 0,3. De stikstof doen we eigenlijk niet zoveel mee. Maar de zuurstof nemen we natuurlijk op in ons bloed. In het lichaam wordt dat gebruikt voor metabolisme en dan houden we de afvalstof CO2 over die we dan weer uitademen. Verder bevochtigen onze luchtwegen de lucht door er water, oftewel H2O, aan toe te voegen. Zo zien we dat de lucht die aankomt in de alveoli veel meer water dan bevatte dan de inademingslucht, 47 mm kwik. Verder mengt de lucht zich met de lucht die is achtergebleven in de long. De dode ruimte van de longen. Zo zien we dat er 573 mm kwik stikstof in de alveolaire lucht zit, 100 mm kwik zuurstof, 47 mm kwik waterdamp en 40 mm kwik CO2. Als we uitademen, zien we dat er veel meer CO2 in de uitademingslucht zit, 28 mm kwik. En verder zien we dat er 569 mm kwik stikstof, 116 mm kwik zuurstof en 47 mm kwik waterdamp in zit. Dat zijn de harde cijfers van in- en uitademen. Allemaal leuk en aardig, maar hoe werkt dat dan precies? De gaswisseling in de longen gaat continu door, onafhankelijk van de ademhaling. De longen zijn namelijk nooit helemaal leeg. Er zit altijd lucht in waarmee gas uitgewisseld kan worden. De ademhaling ververst die lucht alleen maar. De gaswisseling kan je indelen in twee soorten. De gaswisseling die plaatsvindt in de longen, oftewel de externe respiratie, en de gaswisseling die plaatsvindt in het lichaam, dus van het bloed naar de cellen, oftewel de interne respiratie. Laten we eerst naar de externe respiratie kijken. Dat is de gaswisseling die constant plaatsvindt in de alveoli. Wat alveoli zijn is besproken in de video Anatomie van de longen. Een alveolus heeft een hele dunne wand. Het alveolaire membraan, waar de alveolus en een capillair met elkaar versmolten zijn, zodat de alveolaire lucht en het bloed heel dicht bij elkaar zitten voor een zo optimaal mogelijke gasuitwisseling. De gaswisseling gebeurt door middel van diffusie. Dat is een vorm van passief transport. Ben je nog niet bekend met diffusie, kijk dan de video Transport, Diffusie, Osmose en Actief Transport. Door het drukverschil aan beide kanten van de semipermeabele alveolaire membraan, zal gas diffunderen van de hogere concentratie naar de lagere concentratie. De zuurstofdruk in de alveolaire lucht is 100 mm kwik, zoals we net bespraken. En in het zuurstofarme bloed is het 40 mm kwik. Dus zal de zuurstof diffunderen van de alveolaire lucht naar het bloed toe. Andersom is de CO2-druk in de alveolaire lucht 40 mm kwik, en in het zuurstofarme bloed 46 mm kwik, waardoor CO2 van het bloed naar de alveolus zal diffunderen. Als het bloed langs de alveolus gestroomd is, is het weer helemaal verzadigd van zuurstof, oftewel 100 mm kwik, en heeft het CO2 kunnen afgeven tot 40 mm kwik. En nu is het bloed dus weer zuurstofrijk en klaar om naar de cellen in het lichaam te gaan om die van zuurstof te voorzien. Zuurstof wordt door het bloed hoofdzakelijk vervoerd via hemoglobine, dat in rode bloedcellen zit. Zuurstof bindt aan de hemoglobine en vormt zo oxyhemoglobine. Deze binding is niet zo sterk, zoals in situaties waar weinig zuurstof aanwezig is, een lagere pH heerst of dat er een verhoogde temperatuur heeft, laat de zuurstof weer los van de hemoglobine. Dat is ideaal, want dat betekent dat de zuurstof loslaat in de gebieden waar de zuurstof het hardst nodig is. En dan hebben we het eigenlijk al over interne respiratie. Hierbij geeft het bloed de zuurstof af aan de cellen en neemt het de afvalstof CO2 weer op. Je ziet dat de zuurstofdruk in de weefsels lager is dan in het bloed.
Dat betekent dat de zuurstof weer naar het weefsel zal diffunderen. Andersom is de CO2-druk juist hoger dan in het bloed, wat betekent dat de CO2 naar het bloed zal diffunderen. Vervolgens zal dit zuurstofarme bloed weer teruggaan naar de longen. Hier neemt het opnieuw zuurstof op en zal het opnieuw de cellen kunnen voorzien van zuurstof. Dat was de video over gasuitwisseling. Een andere video die ik je aanraad om te kijken gaat over de anatomie van de longen. Heb je vragen of opmerkingen? Ik hoor het graag in de reacties. Bedankt voor het kijken!